super vet. De matras ligt erop. Hey. Slaap wel, lepen. Woe! Welkom. Welkom. Hey. Oei, 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 wat gebeurt er? Chillcore. What the fuck? Yo mensen, een hele goede morgen, zonder zorgen. Ik ben hier wakker geworden. In de warmte. Het is niet normaal hoe warm het is. Ik ga binnenkort echt wel moeten beginnen kijken om mijn camper in de schaduw te zetten. Holy shit. Het is niet normaal. Ik heb hier wel een dakvenster. Dat heeft de hele nacht opengestaan. Maar het is zo warm. Het is niet te geloven. Holy shit. Ik denk dat ik eigenlijk gewoon rechtstreeks in mijn stoel ga springen en richting de Blaremeers ga rijden. Het is momenteel 9:30. Ik heb super nice uitgeslapen. En als je voor 10 uur in de Blaremeers bent, dan mag je er gratis staan. Dus ik ga gewoon naar daar rijden. Een hele rare regeling. Maar het is wat het is. Oké, mijn sleutels zitten hier. Ik vertrek. Let's fucking go. Hoe handig is dit niet? Check dit. Hoppa. Als ik niet meer naar de fitness ga, heb ik echt wel het gevoel dat ik mijn oefeningen verwaarloos voor mijn hernia. Dus ik ga een van de dagen ook richting knokken. Ik ga waarschijnlijk mijn enkele matras gaan afzetten en een dubbele gaan kopen. Zodat ik eindelijk mijn king size bed in mijn camper heb. En ik ga ook mijn yoga matje meenemen, want ik moet mijn oefening doen. En ik verwaarloos dat. Ik heb gewoon geen zin om in die fitness te gaan zitten. Ik vind het daar zo saai. Ik vind het daar zo'n speciale vibe. En ik voel me daar gewoon niet thuis. In ieder geval, ik ga nu lekker gaan zwemmen. Ik heb mijn bunnybus daar op de parking gezet. Dat is echt wel super handig. Dan moet ik gewoon 100 meter skateboarden. Ik ga vanaf hier te voet. Hoppa. En dan kan ik lekker zwemmen, sowieso. Vandaag ga ik mijn auto terug richting de garage doen. Ze gaan een controle doen, want ik moest na 300 kilometer mijn auto nog een keer binnensteken. En ze gaan alles checken, als het wel goed is, als alles terug vaststaat. Ik weet het ook niet precies, maar ze gingen ook controleren op lekkages en al die dingen. Dus we gaan straks richting de autogarage. Hiu! Er is niets beter dan je dag starten met een heerlijk ontbijtje in de zon. Holy shit. Nu heb ik echt wel het zomergevoel. Ik heb alles in een kommetje gegeten met sojamelk, pindakaas, granola, banaan, druiven en passievrucht. En ik kan jullie verzekeren, dat is echt wel een super lekker combo sowieso. Ik ga hier nog een beetje genieten. Maar een beetje nog verder opeten en ik zie jullie later. Eet smakelijk als jullie ook iets aan het eten zijn. Joe! Hoppa, jullie zien het. Ik ben ondertussen in de garage en ze zijn nu de auto aan het controleren. Dus ze gaan controleren op lekkages, ze gaan luisteren als de motor goed rijdt. Want die motor is volledig gereviseerd en we mogen echt geen risico's nemen. Het zijn hier echt wel vakmensen, dus ze kennen er veel van en ik heb er wel het goede vertrouwen in. Sowieso, de bunnybus rijdt de laatste tijd echt goed. Ik ben heel blij. En ik hoop dat hij goed gaat blijven rijden. Sowieso. Ik ga hier ondertussen ook een beetje editen. Ik heb hier mijn spullen klaarleggen. Of ja, waar liggen mijn spullen? Ik weet het zelf niet. Hoppa, hoppa. Hier zo. Yes. Maar ik ga alles eens editen. De auto is goedgekeurd. Alles is terug in orde. Dus ik ben echt wel heel blij. Sowieso. Ik ga sowieso een beetje sneller naar het volgende onderhoud gaan, want er is heel veel gebeurd aan mijn motor. En het is niet de bedoeling dat ik nu 10.000 kilometer rijd en daarna pas op onderhoud ga. Ik ga waarschijnlijk na 2.000-3.000 kilometer terug een keer naar daar gaan en ze gaan dan alles terug checken. Sowieso, maar ik ben blij dat alles eindelijk in orde is en onder controle is. Hier in de EcoShop hebben ze super goedkope bedden. Nu dat ik dat zo film, lijkt dat echt wel op een campagne, maar ik moet echt wel gewoon mijn eigen matras zelf betalen. Want check dit. Ik heb net geld afgehaald om dat te gaan doen. Hoppa.
zoals jullie weten, ik wil hier een dubbel bed in. Nu ziet het er ook super vet uit, maar het gaat veel aangenamer zijn als dit gewoon een dubbel bed is. En in de Ecoshop hebben ze voor 130 euro super nice matrassen. Ik heb het opgezocht op het internet en het zijn echt wel hele goeie. Ze komen rechtstreeks van de fabriek. Dat is de reden dat ze goedkoper zijn. En ik denk in de winkel dat je ongeveer 250 euro voor zo'n matras zou betalen. Dus ik ga hier in de Ecoshop een matras gaan kopen. Joe! Treintjes zijn van 160 op 200. Dus dat is bijna een kingsize bed. Een echt kingsize bed is eigenlijk 180 op 200. Dus 20 centimeter minder. Maar het komt wel goed. Dan ga ik goed slapen. Sowieso. Joe! Super vet. De matras ligt erop. Deze gaat vanavond terug richting Knokke. En ik ben echt heel blij. Holy shit. Wat een vette matras. Het is ook zo afritsbaar, dus de buitenkant kan ik wassen als dat ooit te vies wordt. Damn. Ik ga waarschijnlijk straks ook richting IKEA achter hoeslakens. Want de hoeslakens dat ik heb, zijn deze. En ik denk niet aan deze gaan passen. Woe! Ik ben stoked. Joe. Hoppa. Yes. We zijn toegekomen in IKEA. Ik ga hier snel van die hoeslakens fixen van 1,60 meter. Ik heb ook mijn iPad mee, dus ik ga gewoon mijn video editen. Sowieso, dat is hier makkelijk. Ik heb hier plaats. Nu met de zon is het altijd moeilijk om de video te editen. Ik moet altijd in de schaduw gaan zitten of in mijn bus. Maar ik denk dat ik gewoon lekker op het gemakje hier iets ga eten en eventjes ga chillen. Sowieso, straks ga ik naar Brugge. De homie Grain gaat ook weer op roadtrip, dus het wordt echt wel hard. Sowieso. Misschien komt de homie Anthony, a.k.a. Dikke Tony ook. Dus het wordt echt weer super vette tijden. Joe! Oké, nice. Ik heb alles wat ik nodig heb. Ik heb deze hoeslakens gekocht. Die waren 11 euro het stuk en dat is de perfecte maat. Nice. Ik heb ook dit gekocht. Jullie vragen zich natuurlijk af wat hij hierin zit. Maar dit zijn lekkere aardbeien. Blijkbaar verkopen ze dat tijdens het seizoen in IKEA. Dus dat is wel heel nice. Ik ga lekker richting Brugge rijden. Een beetje aardbeidjes eten en daar ga ik de homie Grain oppikken. Dan gaan we naar Knokke. Allemaal bullshit dat hier nu in mijn kamionet ligt. Allemaal terug thuis afzetten. Dat zijn allemaal dingen die ik niet nodig heb. En die liggen nu eigenlijk gewoon in de weg als ik ze niet gebruik. Dus dat gaan we doen. Goeiedag zeggen aan Boef en Lijp sowieso. En daarna gaan we terug op avontuur. Holy shit. Wat een lekker weertje. Wat een heerlijk leven. Joe. Hey. Alles goed? Ja, hier. Chill. Boef. Boefke! Wel. Hey. Ik heb jou gemist. Zoals jullie zien, heeft de lijpe de bunnybus al ontdekt. Hey. Heb je daar al leuke plekjes gevonden? Super grappig. Ze kwam direct naar die bus en super nieuwsgierig. Hallo. Ga jij binnenkort mee op reis? Ga jij binnenkort mee op reis? Ik denk als ze daar zo binnenin kan chillen, in de schaduw, dat ze echt wel het beste plekje ooit heeft. Zo'n bus is eigenlijk echt wel goed voor kleine katjes. En als ze haar nagels moet krabben, dan kan ze eigenlijk hier doen. Kijk eens aan, ze gaat er helemaal tussen. Is het leuk? Lijpen! Lijpen in de bunnybus. Super chill. Boef die is ergens anders op pad. Ik weet niet naar waar dat is. Maar Lijpen, die heeft er geen maand zo hard gespind, denk ik. Hé? Yeah. Ze is super blij met de bunnybus. Bij de 6000 likes op deze video kom ik ze volgende week halen en gaan we allemaal tezamen op reis. Ik, Boef, Lijpe en misschien wel Grain er ook bij. Hey.
Je is echt blij, hè, in die bus. Dat is niet normaal. Wajo. Wajo. De Lijpe heeft hier ondertussen ook al haar eigen plekje ontdekt. Hey! Slaap wel, Lijpe. Wajo. Nee, nee, niet doen, niet doen, niet doen. Nee, nee, dan is ze bang. Dat zou grappig zijn als ze wel slapen. Ja, dat is het. Ja. Laat in de comments weten als dit het bed van Boef of Lijpe moet worden. Of dit het bed. Lijpe links, Boef rechts. Hey. Ik ga nog geen katjes in de bus hebben, maar kattenhaar gaat wel aan aanwezig zijn. Nee, maar dat vinden we niet erg, hè. Al die winterharen, hoppa. Oh, direct kijk. Is er in dat kastje te zien. Oh. Pak maar. Oh, ze is in. Normaal is dat dan zelf in klem. Dat je zo half erin zit. Wij willen richting een andere spot vertrekken. Maar we weten niet naar waar. En Grijn heeft nu Tony gebeld voor inspiratie. Ja, van ons is het ook gelijk, maar we weten het ook niet. Ja, broer. En wat sta je nu? Nu zijn we nog aan het knotten. Ja, ik weet het niet. Ja, dat vind ik voor mij. Ja, voor ons ook. Wat zijn er bij nice plekken, lekker bij de Blaarmeers of zo? Omdat je gewoon bij kunt chillen, bij kunt zwemmen en al en al. En dat weet ik niet. Brugge de Vaart. Naar waar gaan we? Laat weten in de comments als jullie vette spots weten. Brugge Sint-Pietersplas. Ja, je is bezig. Ja, ik denk gewoon niet direct. We kunnen overal, dat is het probleem. Naar jouw beek. Ik weet niet of er iets van beek van is in Brugge of niet. Ja, Sint-Pietersplas. We gaan naar Brugge. We gaan naar Brugge. Ja, we gaan Brugge. We gaan Brugge. Gaan we naar Brugge? Ja. Waar ga je dan staan? Waar ga je aan Antropo? Sint-Pietersplas. Oftewel Antropo. Ja, Antropo gaan we afspringen. Ja, dat ik heb nu nog een groot half uur werk om mijn kabinet in te laden. En dan kan ik vertrekken met een groot half uur rijden. Ideaal. Hey, chill. Yo. Yo, tot straks. Yo. Het gekke aan zo'n bus is, je kan je overal stellen. Dus je moet echt maar een keer gaan kiezen naar waar dat je wil. Normaal heb je gewoon de keuze om naar een vette stad te gaan, een vet skatepark of weet ik veel wat. Maar wij kunnen echt overal naartoe. Er is geen limiet en dat maakt het soms moeilijk om een plek te kiezen. Mijn vlog is momenteel aan het uploaden en daarna gaan we vertrekken. Ik heb alle watertanks gevuld. Hoppa, super chill. Dus momenteel hebben we 60 liter water. Daarmee komen we toch wel eventjes toe, nee? Dat gaat moeilijk worden. Yes, en ik heb de bus ook veel cleaner gemaakt. Ik heb hier nu allemaal van die zakken hangen waar ik spullen in kan steken. Dat is mijn vuile was. Die boksen staan hier. Hoppa, dit is de vuilbak. Water. Deze borstels hangen ook op. Super nice. Hey Lijpe. Lijpe is echt helemaal gek van de bunnybus. Oh, niet normaal. Ze blijft maar rond de bus hangen. Maar dat komt waarschijnlijk ook omdat ik hier ben. Kom aan Lijpe. Oh, op de bus. Hoppa. Hier zijn mijn kleren. Mijn yogamat is ook mee. 10 liter water. Nice. Ik ben heel stoked. Sowieso. Zijn jullie er klaar voor? Vertrekken met en of zonder Lijpe? De nieuwe matras. De nieuwe matras, super vet. Het ziet er helemaal super cool uit.
Holy shit. Leven mee in de buurt. De volgende stap is sowieso een keukentje. Daarna zonnepaneel en een frigo. En ik denk dat we er dan zijn. Dan hebben we mijn droombusje. Toch? Sowieso. En nog stickers. En extra stickers. Dus homies, als jullie een bezoekje kunnen brengen aan de bunnybus, doneer stickers. Of fix gewoon stickers, sowieso. Check dit. Daar is het al super vet. Maar daar is het nog kaal. Joe. Dag, lepen. Tot de volgende keer. Ik ga jou missen. Ciao, ciao. Wat gebeurt er? De bus vertrekt over 1 minuut. Wow, yo, de bunnybus vertrekt. Ik mag de bus echt niet missen, want ik ben de bestuurder. Oké, let's go. Ciao, Boef en Lepen. Boef die ligt heel lui in de living op een stoel te slapen. Maar binnenkort maken we Boef en Lepen bus klaar. Of hoe dat je het ook moet zeggen, trip klaar. Wat denk jij, Boef en Lepen meer bereis of niet? Wanneer nu? Binnenkort. Waarom niet als dat lukt? Sowieso dan? Sowieso. Oké, Grijn zegt van ja. Leep is er nu al klaar voor, maar Boef nog niet. En ze hebben eerst zo'n halsband nodig, dus dat komt wel goed. We hebben ook de megafoon mee. Dat is voor de bunnybus zomertour. Hey, laat in de comments weten wat jullie willen. Een bunnybus zomer met Lijpen en Boef of een zomertour zonder Boef en Lijpen? Laat het weten in de comments, sowieso. In ieder geval, wij gaan nu richting Brugge. Richting Brugge. Shout out naar alle homies van Brugge. Joe! Hey. Woe. Welkom! Welkom! Alles goed? Ja, maar jullie? Yes! Yes! DJ Tony is terug! Woe. Met de 2.0 setup, jullie kunnen het niet zien, want deze guy heeft de blender eruit. Wow! Damn! Upgrade! Dikke upgrade! Ziet ons eruit! Ziet ons eruit! Damn! Hard! Oké, dan hebben we weer een vet avontuur. Laat in de comments weten als jullie er klaar voor zijn of niet. Want de komende dagen gaan heftig worden. Sowieso. Oei, 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 oei. Gaat die motor dan nog overleven? Dat gaat overal tegen. Ah, nice. Welkom. Dank u. Alles goed? Ja, maar u? Geen short dan? Nee. Niet te warm? Ja, jawel, mega. De boksen en al mee. Ja. En wanneer kunnen we het eerste officiële feestje verwachten? Ik weet niet. Vanavond op de parking. Vanavond hier op de parking. Ja. Oké, homies, kom allemaal vanavond, dat is gisteren, op de parking. En wat vinden we van mijn nieuwe setup? Vet, hè? Die matras. Matras. Ligt die hoek? Ja, test maar. Oh. Ja, dat ligt chill. Dat ligt chill, hè? Ja. Verse ding dan al. Beter. Nog op naar poe weer, hè. Dan blijft. Ja, het is goed weer. Nu, ja. Hey. Deze mensen wisten niet wat er gebeurde. Holy shit. Oké, in ieder geval, wij gaan waarschijnlijk straks naar de supermarkt. Ik en de homie Grain hebben net een beetje opgewarmd. Een sessie op het Anderbo skatepark. En we gaan er een vette trip van maken, sowieso. Deze emmer heb ik hier speciaal gezet. Voor als jij vanavond te dronken bent. Ik ben nooit dronken. Ja, maar Bunny heeft nog pintjes in de koffer. Oké. Chicken. Hey! Hey! Hoppa! Let's go! Kom maar! Oké, nice. We hebben hier eventjes opgewarmd en we gaan allebei één run doen. De supermarkt is nog 40 minuten open, dus we hebben 10 minuutjes om dat te doen. Oké, Tony, ga ervoor. Laat zien wat je kan op die BMX. Yo, nice. Boom. Holy shit, deze guy is pro. Manuel. Yo, dikke R. Manuel, voor jou, gaat hij voor de, oh, dikke 180, nice,
Woe! Het is nog niet gedaan, het is nog niet gedaan. Is het wel gedaan? Oh shit! Oké, dat was hem. En ik zie dat Grain al klaar staat voor in te droppen. Ik zie dat Grain hier al klaar staat om in te droppen. En hier komt Grain! Holy shit, de Rasta man! De Rasta man! Oh, ice big grind! Two chink! Of ja, ice chink. Downside Smith, holy shit! Slider! Oeh, Feeblesties! Wajo, chinker! Holy shit! Deze run is puristies! Woe! En daar gaat Grain! Holy shit! Oké, dat was al een dikke run sowieso. Vol met sties. Oké, nu is dat mee. Nu is het aan mij. Oké, hier gaan we. Little big ride. Daar had Benoit. Smit, ice. Woo. Wow, straight next to the table. En de bal. Woah, woah, what dude? Yeah. 60. Woah, full jam. Oké, holy shit, ik begon aan die run en ik besefte dat ik eigenlijk al heel de tijd had zitten filmen, dus ook had zitten rijden en ik was al buiten adem voor wanneer ik eraan begon, dus het is helemaal mislukt. Oeh. Iedereen blijft hier tricks doen. Nice, buispin! Ja. Laat in de comments weten als jullie ook een buispin van mij willen zien. Heb je dat ooit al gezien als ik buispin doe? Ja, ja, en een backflip ook. Ja? En de video's, hè. Oh, nice. Ik heb dat nog nooit van mezelf gezien dat ik een backflip doe, maar deze guy wel. Oké, let's go. Wij gaan naar de Albert Heijn. Nice. Wat hebben we helemaal gekocht? Nog niet gekocht. Snoepjes, worstjes, appelmoes en een kommetje. Nice. Oké, mijn bestelling ligt hier. Soja choco, carbonara, autodrop, peperkoek, wit stokbrood, choco granola en kruidenkaas. Oh, Grain. Oké, Grain, hoeveel likes en ga ik hem hier in 360 aan het water doen? Ja, ik weet het. Misschien dat 9434 likes en Grain gaat in 360 hier in de water. Ja, maar jouw bike. Met mijn bike? Ja. Oké. De main money in het water. Oké, 9000 likes en met hoeveel likes gaat de Reine Salto weer in? 12.443 likes. 12.443 likes, holy shit. Met mijn eigen bike. Met zijn eigen bike. Wij hebben lekker eten gekocht. En we gaan nu gaan chillen aan de entrepot. Hoppa, meer heb ik niet te zeggen. Yo. Check the vibe. Team Bunny Vlogs. Hey. Wow, yo, DJ Tony. Wat is dat? Een vape. Doe dat nog een keer. Dan heb ik een mooie tent nu. Wow, yo. Ja, maar ik vind een bunny mooi opgekregen. Ja, maar was als hoesten, hè? Moet ik hè? Ja, ik ga proberen. Ik heb dat ooit een keer gedaan en ik begon te hoesten. Dus op die rode knop en dan... Dat is zo ongezond, man. Dat is niet normaal. Ik doe dat ook echt nooit. Oké, mensen, probeer dit niet, want dit is heel ongezond. Wow, dat is dan nog van wat, joh? De display ja. En al. Ja, het is touch. High tech. Maar ja, nu zit er lock op, hè. Dan what kan je fuck? Gewoon van alles doen. Wow, joh. Echt een machine, man. Damn. Hoeveel kost dat?
Ja, redelijk veel. Hoeveel? Denk die bak 250 of zo en die 130. Wat? Dat is een kouder, man. Waar de fuck hebben jij je geld hebben gespeeld? Ja, ook 16 was of zo. Ik ben een keer gekocht. Damn. En nu zit hij toch nog aan zijn waggie. Nee, ik gebruik dat nooit. Oké, wij gaan naar een andere spot, want de zon is daar aan het ondergaan en we willen de volledige zonsondergang meemaken. Het is grijnzen een idee om te verplaatsen. Oké, let's go. Oei, wat gebeurt er? Yo. Mechanisch. Deze guy gaat eerst even liggen op de grond, voor wanneer dat hij gaat zwemmen. Je sleutels? Yes. De homie Grain voorziet dat de deuren op slot zijn. Is mijn deur ook op slot? Oei, ik zie vanaf hier dat hij niet op slot is. Is deze op slot? Fix dat hier een keer. Nice. Oké, en zoals jullie zien, wij gaan een duik gaan nemen. Heerlijk. We zitten hier nu momenteel aan de Sint-Pietersplas. Dat is een van de vetste plaatsen in Brugge, sowieso. Maar ik weet niet of we er via hier in kunnen. Hier is wel zo een opening. Daar is de poort, denk ik. Maar dat kunnen we niet maken. Hier is de poort. Ja? Moeten we niet gewoon langs de andere kant erin? Nee. Dan kunnen we niet gewoon langs daar, dat is de hoop. Ja. Gewoon langs daar. Ik denk dat we gewoon langs daar, maar anders komen we gewoon in dat restaurant. Oké, wajo. We hebben wifi. En als we hier rechtdoor gaan, dan komen we in de Sint-Pietersplas. En ik moet eerst naar het toilet. Tot straks, homies. Hier is de weer. Waarom zitten we? Ja. Ah, maar ik ga hier. Chill, Corbett. What the fuck? Oké, geen idee waar dat wij zijn beland. Maar we hebben hier ons eigen paradijs. What the fuck? Ik vond het zo schoon. Damn. En de microfoon. Dat is hier volgens mij een soort van jeugd thuis, maar dan voor volwassenen. Dat is een dat is. Ah, je bosklassen houden zo. Ah, oké. Dat is hier een soort van kantine kamphuis. Heel nice, sowieso. Om uit de bosklassen. Ik voel me hier echt wel thuis. Dat is zo'n beetje mijn ding. Heerlijk. Ja, we hebben hier wifi. We hebben hier alles, man. Kijk, als er iets is, gewoon een telefoontje doen. Voilà. Vreselijks. What the fuck? Ecofles 500 ml. 8 uur opnieuw. Damn. Oké, en check als we hier buiten komen. Nice. Wow. Wat een paradijs. Ik begrijp nog altijd niks van dat er hier bijna niemand is, maar de DJ is wel aanwezig. DJ! Hey! Ik denk dat hij ook gaat mee gaan stappen staan. Oké, Tony erin. Wat dat is iemand. Holy shit. Hey. Wow, mijn camera mag niet nat worden. Ja. Ben je erin? En nu grijn erin. Check, pussy. Het is warm. Yes. Heerlijk. Oké, Tony, neem de vlog over. Holgrain, en Eneke. Nee, man, het is even zwemmen. Hou je kopje onder. Nee, man, moet je hier naar beneden gaan, man. Hou je naar kopje onder. Nee? Hou je kopje onder. Wacht die. Hey, niet doen. Hey, kun... Ik zweer heel snel weg. Echt geen zin. Net getest. En? Dus wat wil dat zeggen? Backflip. Tijd voor de salto. Backsalto. Woe! Zonnetje. Heerlijk. Grain heeft er niet in. Ik heb speciaal een zwemshirt geleend. Woe! Grain heeft er niet in, oké. Okay. Tony had ervoor. DJ Tony had ervoor. Ha! Het is koud. Nee, maar dat is echt niet koud, hè? Dus. Ja. Kom aan, Tony, macaroni. Gewoon mediteren. Dan. Ah!
Oh, grain, gaat erin. Doe, doe, Tony. Die pusht. Hey, draai de een platje en springt er eens uit. Ski, ski, appa. Tony! Wow, jou, dat is koud, man! Nog niet koud? Jawel. What the fuck? Oké, Tony gaat erin. Wij zijn mentaal nog aan het voorbereiden. Ik zit er echt nog maar een half uur in. Dus misschien nog een half uurtje voor deze guy. Come on, Tony! Oh. Allee, jump daar gewoon in! Het is echt warm. Het is warm, hè? Ja, man. Tuurlijk. Zalig. Het leven is heerlijk, mensen. Joe! Iedereen die Louis heeft op Instagram, stuur hem een berichtje dat hij me komt zuigen aan de Sint-Pietersplas van de week. En dat hij me komt chillen met zijn bilingo. Dus Opel, hoe noem ik het hier? December. Combo. Kom op, Anthony! Ja, Louis, kom maar af! Ik rijd. Holy shit. We hebben hier net de DJ Tony betrapt. Even net. Ja, hier ligt het. Check dit, mensen. Holy moly. Laat in de comments weten wat dat DJ Tony van plan is met dit en de laptop in deze ruimte. Mijn neus snijden. Zakdoekjes. Holy shit, dat is niet normaal. In ieder geval, grain is voedsel aan het eten. Smakelijk. Wow. Ik ga mijn pasta carbonara aan het klaarmaken. Dat gaat echt wel volle bak smaken, sowieso. Tony, wil een keer jouw avondeten aan de cake. Ik heb geen avondeten. Het avondeten van Tony. Ja. Oh, dat ligt hier. Even dat ligt hier. Worstjes met appelmoes. Frank, worstjes dan nog. Lekker. Nee, luxe. Wow, yo. Deze guy is Mario aan het spelen. Nee. Die draakje. Wat gebeurt er? Ja, dat draakje. Wat is dat? Dat zei hij internet had, dat hij zo een spelletje kan spelen. Ik heb dat nog nooit. En zeker mag dat niet tegenlopen. Is hij dood. Oei. In ieder geval, mijn pasta is er aan het koken, dus ik ga dat eventjes onder controle houden. Let's go. Lucius. Oké, jullie zien het. DJ Tony in de living. In the house. Zit in de living. Oh fuck. Wow, yo. Oh, ik was vergeten dat ik hier zo tegen aan het leunen was en dat er wel sketchy was. Of nee, mijn kussen is gevallen. Wow, yo. Hier. Ja, dat is wel het nadeel dat die kussen. Dat kussen kan vallen. Oké, in ieder geval. Ik heb mijn spot gevonden om te chillen. Ik zit nu tegenwoordig. Zo, hoppa, super nice. Grain heeft daar ook een spot van, toont ik net naast de kast. Ja, door aan de in, man. En Tony past overal. Perfect. Hey. De lamp doet het nog altijd, maar die geeft ze van die rare flikkering. Ik snap er eigenlijk niks van. Dat is wel jammer, maar daar kunnen we niks aan doen. Ik heb soja choco om de avond af te sluiten. Super nice. En hebben jullie nog iets te zeggen over vandaag, morgen, dat is chill. Over de vlog? Dat wordt chill. Het was chill en morgen wordt chill. Wat gaan we morgen doen? Surprise. Ik zou vragen op Instagram voor dinges, ideetjes. Ideetjes, oké. Maar ja, als die mensen dat morgen zien, is dat die vlog. Staat pas online om 5 uur. Wij gaan niet om 5 uur dingen beginnen doen. Nee, is okay. Dus wat dat we gaan doen is een verrassing, want eigenlijk weten we het gewoon zelf nog niet. Maar het wordt alleszins chill, sowieso. Bedankt voor het kijken. Like de video, deel de video met al je vrienden. En ik zie jullie morgen bij een nieuwe vlog. Zoals bijna elke dag om 5 uur. Peace out, ciao. Yo. Oeh, romantisch.
Ja, slap zacht. Wow, Tony had zijn doekjes al. Tony had zijn camper en met zijn doekjes. Oh, hoe slaap.